Ja, je bent natuurlijk bezig om relaties te onderhouden. Dus je moet wel soms wat meer aandacht geven aan support, aan mensen die je ondersteunen. Wij zijn boeiend. We zijn een pioniersplek die zich richt op mensen die eigenlijk niet in een kerk komen. Dus die wel wat met geloof hebben en wel wat met Jezus hebben, maar voor wie kerk eigenlijk gewoon een onbegrijpelijk iets is of waar ze eigenlijk niet zoveel van snappen. En wij proberen daar een community mee te bouwen, of meerdere communities mee te bouwen in de wijk, zodat die mensen wel een connectie gaan maken met geloof. Ons financieringsmodel bestaat eigenlijk uit drie delen. Ik ben voor een deel in dienst bij een lokale kerk in de wijk. Ik krijg ook nog subsidie van de PKM en van de Maatschappij van Welstand. En het grootste taartpunt die komt eigenlijk via personal support. Dus mensen uit mijn netwerk, vriendenkring om maar zo te zeggen, die het leuk vinden om dit werk wat ik doe te ondersteunen. Die betalen daar elke maand een bedrag voor. En het varieert van 5 euro tot 200 euro per maand. En zo krijgen we eigenlijk ons hele salaris rond. Het is wel een hoop werk om op support te werken. Dus je moet actief je vriendenkring onderhouden. En je bent natuurlijk bezig om relaties te onderhouden. Dus je moet wel soms wat meer aandacht geven aan support, aan mensen die ondersteunen. En we geven een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. En die sturen ook uit naar al onze mensen die ons ondersteunen. Je bent er wel constant mee bezig. Het is wel een dynamisch iets. Want de ene keer vallen de mensen af en dan moet je weer nieuwe support erbij zien te krijgen. Dus het is wel altijd in beweging. Nou, de urgentie om hier mee bezig te zijn is eigenlijk omdat je op die manier een grote betrokkenheid creëert en genereert. Je geeft ook veel mensen de kans om actief betrokken te raken bij je pioniersplek. Uit netwerk of als je ergens uit je eerste lijn netwerk als vrienden en familie. Maar ook uit andere kerken. Dus mensen, ook andere kerken kunnen makkelijk zeggen, we vinden het leuk, we kunnen niet heel veel bijdragen, maar we kunnen wel op die manier een deel bijdragen. Dus je creëert heel veel draagvlak.